Goedemiddag, dames en heren. Dank u voor uw komst. Ik ben Rennie Ramakers, directeur van Droog. Velen van jullie weten dit al, maar misschien zijn er mensen die het niet weten. Dus vandaar dat ik het er even bij zeg. Onze moderator, Mark Blaise, is een beetje verlaat. Dus ik begin nu zelf maar gewoon. En ik neem aan dat bij de volgende spreker hij aanwezig is. Het begon eind 2009. We struinden faillissementsveilingen op internet af voor onze jaarlijkse presentatie in Milaan. Saved by Droog zou de presentatie gaan heten. We wilden laten zien hoeveel je nog kunt doen met afgedankte spullen. Geen tweedehands spullen, maar splinternieuwe producten die uit de circulatie waren gehaald. Waarom? In de eerste plaats, er worden zoveel producten ontworpen. En voor elk nieuw te ontwerpen product geldt tekeningen, modellen, mallen, prototypen. En als het dan ook nog in China wordt geproduceerd, dan reizen de modellen en de prototypen ook nog een aantal heen en weer over de wereld. En de tweede plaats, er worden zoveel producten weggegooid. Afgekeurde producten, onverkoopbare producten. Waarom niet punt 1 en punt 2 aan elkaar knopen, dacht ik. 1 en 1 is 3, weten we allemaal. Op een milieuvriendelijke manier nieuwe originele producten creëren. Leftovers als grondstof gebruiken voor nieuwe producten. Waarmee dan het halve werk al is gedaan. Waarmee je een grote hoeveelheid energie bespaart, wat niet verkocht wordt, opnieuw in circulatie brengen. Niet door het af te prijzen of te recyclen, wat in de meeste gevallen downcyclen betekent, maar door het een meerwaarde te geven, door het te upgraden. Zo gezegd, zo gedaan. We kochten van alles op deze faillissementsveiling. 102 pollepels, 80 klapstoelen, 2500 zakdoekjes. In totaal 5135 producten. En we vroegen ontwerpers deze producten als grondstof te gebruiken. Productontwerpers, maar ook grafisch ontwerpers en modeontwerpers. Ze togen enthousiast aan het werk. En in een periode van drie maanden hadden we een grote reeks nieuwe producten. Waar we, als we van het begin af aan hadden moeten ontwerpen, zeker een jaar of twee zou hebben gewerkt. Het werd een fantastische presentatie in Milaan. April 2010. De producten werden grif verkocht. En al snel waren we voor sommige producten out of stock. En daar diende zich meteen ook een groot probleem aan. We hadden 100 glazen borden. En met behulp van glazen snoeppotten en vazen creëerden de ontwerpers leuke bijzettafeltjes die heel erg gewild waren. Maar op een gegeven ogenblik waren we door de snoeppotten heen, want we hadden 50 snoeppotten en 100 borden. En toen konden er geen tafeltjes meer gemaakt worden. Dus er was grote vraag, maar we konden er niet aan voldoen. De lage aantallen die we tot onze beschikking hadden, maakten de producten ook relatief duur. Het waren te kleine edities. We begrepen dat als we serieus op deze wijze wilden verder gaan, we met bedrijven zouden moeten werken. Bedrijven zouden moeten verleiden hun deadstock aan ons te geven. Dat we een model moesten creëren waarin dit mogelijk zou zijn. We vonden dat we dit moesten doen. Want redesign van deadstock biedt zulke fantastische mogelijkheden. En nogmaals, er worden zoveel producten weggegooid. Met een subsidie van het ministerie van OCW via Agentschap NL zijn we aan het werk gegaan. We brainstormden met een aantal partijen, waaronder Erik Petersen van Gansenwinkel. Het bedrijf dat dagelijks in opdracht van bedrijven enorme partijen vernietigt of recycelt. Mark Blaise, journalist, schrijver en strategisch adviseur. En Jan Jongert van 2012 Architecten. Een architectenbureau dat al hun werk baseert op afgedankt materiaal. De ontwerpers die wij uitnodigden reageerden allemaal heel enthousiast. En naarmate het project vorderde, zagen ze nieuwe mogelijkheden. Deadstock blijkt inspirerende materie. We dachten aanvankelijk dat het heel eenvoudig zou zijn. Dat bedrijven juichend op de stoep zouden staan. Blij dat er iets met een overtollige voorraad gebeurde. We dachten, we creëren een platform zoals Marktplaats. We nodigen bedrijven uit hun producten daarop aan te bieden, waarop ontwerpers dan kunnen reageren. Maar zo simpel was het niet.
Er bleken meer obstakels dan we verwachten. Via onze partners en via andere kanalen vonden we uiteindelijk 5 bedrijven bereid een pilot met ons aan te gaan. Macro, Flisco, Medic, Medic is een bedrijf uit Finland, Wechter en Royal Leerdam. Zij zijn de pioniers. Ook konden we materialen van een aantal andere bedrijven gebruiken. En vervolgens is een groot aantal andere bedrijven geïnterviewd over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het model. Dat werd gedaan door Call for Action, die hier ook zal spreken. Tijdens het proces kwamen allerlei vragen op ons af. Hoe zit het met copyrights? Kun je zomaar op het werk van een ander doorgaan? Willen bedrijven aan de grote klok hangen dat ze dead stock hebben, dat ze onverkoopbare producten hebben? Wordt een product niet veel te duur als je het gaat redesignen? Voor ons was dit aanleiding om ons project met deze conferentie af te sluiten. We leggen een businessmodel voor en de vraag is, hoe haalbaar is dit? Hoe gaan we verder? Kunnen we hiermee verder? Eén ding is duidelijk. In onze wens een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld, hebben we nieuwe verbindingen gelegd. Verbindingen tussen de creatieve industrie en het bedrijfsleven. Zo zitten we hier bij elkaar. Ontwerpers, bedrijven, vertegenwoordigers van de overheid, financiële, juridische en duurzaamheidsexperts. Met zo'n club zouden we toch iets moeten bereiken, denk je. Waarbij, dames en heren, ik nog wil melden dat we ook onze eigen leftovers hebben ingezet. De goodiebag die u op uw stoel heeft aangetroffen, komt uit de partij die we ooit hebben afgekeurd, maar nooit hebben weggegooid. Wie wat bewaart, heeft wat. En voor het programma hebben we afgezien van een speciaal voor de gelegenheid gedrukte map. We hadden nog een partij catalogi liggen, die 5 jaar geleden functioneerden bij een tentoonstelling, bij een tentoonstellingsreeks en waarvan er iets te veel gedrukt hadden. Het is een boek waar het programma mooi in past. Een rubber koordje houdt de zaak vast. Volgens mij is dit een ware upgrade, want u houdt er nog een mooi boek aan over. Ik wens iedereen een inspirerende middag. En dank.